Ik ben ook benieuwd, hè, meneer Opstelt, als ze u nou bij Bilderberg uitnodigen, gaat u dan ook? Ja, dat hangt er vanaf wat het thema is. Of daar voor mij, vanuit mijn verantwoordelijkheid, een thema is waar ik een toegevoegde rol kan spelen. Want wij zijn heel erg geïnteresseerd. Er is een enorme lijst van mensen van de VVD die naar Bilderberg gegaan zijn. Niet de minste, zou ik zo zeggen. Nee, zeker. Frits Bolkestein, Gijs de Vries, Dokters van Leeuwen, Nelly Kroes. Zeker. In hoeverre nemen zij de VVD mee in hun hart? Nee, absoluut. Dat zijn natuurlijk top VVD'ers. Mensen die het liberale gedachtegoed natuurlijk heel scherp kunnen uitdragen. Dus dat is prima. En kunnen ze dat ook uitdragen naar de burgers? Want dat liberale gedachtegoed in de democratie behoeft aan antwoorden die daar... Ja, dat kunnen zij, maar dat kunnen mensen zoals ik en anderen kunnen natuurlijk ook. Dat kan. Daarom vraag ik het ook aan u. Zou u daar eens wel over willen vertellen? Want er wordt ongetwijfeld een keer over gesproken, toch? Nee, maar hoe bedoelt u dat, Bilderberg? Nou, uw collega's die gaan daarheen. En u weet, Bilderberg, dat is belangrijk, want u vindt dat het vertrouwelijk moet zijn. Tegelijkertijd zijn het volksvertegenwoordigers. Bekende key players, zou ik bijna zeggen. Hoe verhoudt zich dat in een liberale perspectief? Nee, dat verhoudt zich altijd. Wie krijgt de uitnodiging? Daar gaat het om. En als je een uitnodiging krijgt, dan weeg je af met je agenda of je kan. En dan ga je al of niet. Dat is zo. Dus dat is heel belangrijk. En wat zijn de kernthema's in een Bilderberg-conferentie? En krijg je een uitnodiging? Dus je moet daar, en het is ook een goede gedachte dat er ook niet te veel over gesproken wordt. Ja, want waarom wordt er zo weinig over gesproken? Want het is een jaarlijkse bijeenkomst. Er wordt altijd enorm ophef over gemaakt. Mensen die hebben daar kennelijk complottheorieën over. Nou, neem dat weg en deel de informatie. Ja, zeker. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor die conferentie. Ik vraag uw mening. Nee, maar ik respecteer dat ook. Dat zo'n conferentie, dat is ook heel goed dat je er soms naar een conferentie gaat waar niet verder over gesproken wordt. Ik heb ook vele conferenties bijgewoond waar we met vele mensen hebben gesproken. En ook hebben gesproken van het is goed dat we hier met elkaar een discussie voeren. En de gedachten uitwisselen. En vervolgens spreken we daar ook niet over. Dat is goed voor je eigen ontwikkeling. En je eigen inhoud en je eigen diepgang die je verder ook weer kan hanteren bij het uitvoeren in je functioneren. Het heeft niet het idee dat het moet transparanter. Misschien niet deze altijd, nieuwe tijd. Niet hè? Altijd. Er zijn punten ook dat je niet alles hoeft in de wereld transparant te zijn. Nee? Niet elke bijeenkomst hoeft toegankelijk te zijn voor iedereen. Ik maak vele bijeenkomsten ook mee, waarin we eens even rustig brainstormen met een aantal mensen. Om de punten neer te zetten die we willen zetten en die voor de burger belangrijk zijn. Goed, dank u wel voor dit dank gesprek. U zeer. Leuk om weer terug te zijn in Rotterdam. Dank. Ja, mooi zo. Tot ziens. Dag, meneer Opstelten. Dag, tot ziens. Ja, succes.